Ziet er goed uit, schat. Er zitten veel sexy scènes in de film. Heb je extra aan je lijf moeten werken? Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik heb zelf 2 kinderen en ik fiets heel veel. Maar ik zou ook niet weten wanneer ik dan aan mijn lijf zou moeten werken, eigenlijk. Maar ik ben wel een beetje afgevallen. Dan eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik wel een klein beetje wat minder appelgebak heb gegeten. Dus wat je eigenlijk zegt is dat de kookstof niet rendabel is? Nou ja, nee, nu niet. Maar als jij nou eens wat vaker thuis was? Oh, dat lijkt me heerlijk zo. Ik zorg ervoor dat het hier op rolletjes loopt. Mag jij het geld binnenslepen? En jij stort je op het huishouden? Ja, natuurlijk. Hoe moeilijk kan het zijn? Hoe moeilijk is het om een huisvader te zijn? Nou, ik ook heel leuk vond, dat ik ook nergens rekening mee hoefde te houden. Dus gewoon, meestal moet je of een knappe man neerzetten of weet ik veel wat. En dan moet je overal rekening mee houden. En nu mocht ik gewoon een slobbertrui en een fijne joggingbroek. Die is niet geil. Ik heb zelf een dochter van 3, dus ik kon heel veel herkennen. En nu hebben wij in de film wat oudere kinderen, maar... Nee, ik vond het heel... Een huisvader neerzetten vond ik eigenlijk heel prettig, ja. Waar liggen de pauwhaflapjes? Volgens mij zaten pauzehapjes. Wat had je te bespreken met die Jim Cole? Was dat Jim Cole? Your first big movie role? What was it like? Yeah, it was an incredible experience. You know, it's as my first acting job. I don't think I could have been put together with a better director and a better cast. So although I was really nervous first day of shooting, because this is something different for me, a new challenge, they made me comfortable right away and just made it a lot of fun. Had a lot of laughs on set, and it was just an incredible experience. I'm gonna tell everyone how tasty you are. You cannot tell me that you never use dance to flirt with girls in the baby scene in the film, no? Yeah, I've used dance now and again as a way to try to interest a woman. I've been dancing for my whole life, so especially when I was younger, you know, going to clubs and things like that, I always tried to show off a little bit and use my dance moves. So doing that in the movie a little bit was, I think that was an easy progression to make for me. Je hebt wel veel gedanst. Jezus man, hij kan heel goed dansen, maar nu zeg ik, ik hou er verder over op. Nee hoor, je mag je wel een beetje, je werd een beetje warm van binnen toen je hem zag dansen. Ja man, echt waar. Ja, wie niet? Dan ben je wel gek als je dat niet hebt. Soph is coming to Pathé on December the 12th. Don't miss it. We hope to see you there. Boven verwachting goed. Als je eruit ziet, dan denk ik aan pompoensoep met groentetaart. Groentetaart?